was erbij in Sporthal De Minke. Scheidsrechters, nog 1 minuut. Gerrit Hofman, de bus van de organisatie van de Hoge Landcup. Ja. Wat betekent dit toernooi voor de regio? Het betekent dat we in principe alle voetbalploegen, zowel domers, jeugd, A-jeugd en senioren hier in Oetnuim, om mee te spelen in dit toernooi. En dat duurt 6 dagen. Alsjeblieft. Dank je wel. Ja, bouwkjes met. Ja. Donoos heeft ook een beetje een functie van de vakantievulden voor de jeugd, maar ook voor de ouderen. Het is nou voor de gemeente het Hoge Land. Jacco! Dat is nog eens een finale, hè? Bedum tegen Winsum bij de Hoge Landcup. Mooie, kun je niet verwachten, hè? Voor wie bent u? Ik ben voor Winsum. En waarom? Mijn kleinzoon voetbalt daar. En wat is leuk zaalvoetbal? Kort tikken. Breed maken. Veel loopwerk. Wat maakt dit nou zo mooi, hè? Dit zaalvoetbal? Ja, waar nou is. Ik bedoel, mijn kleindochter die voetbal bij hem, dus af die voetbal, die staat in doel, hè. Door hem hoor streem. Het is eentonig, maar de damesfinale gaat ook al tussen Bedum en Winsum. Ja, Peter Leus, ja, jij bent eigenlijk dan uiteindelijk de matchvinder, hè, voor Winsum. Ja, dat zeggen ze wel, hè. Ja, ja. Wat betekent dit zaald voetbaltoernooi voor jullie, de Hoge Landcup? Ah, het is altijd wel een leuk toernooitje. En wat dat betreft, ja, wij als team sta je er gewoon. Je kunt er wel heel veel van leren. En voor ons is het natuurlijk altijd leuk als je alles wint. Winsum met 2-1. Gewonnen door Winsum met 1-0. Na 3 jaar gaat de hoofdprijs bij de dames weer naar VV Winsum. Het is een prachtige avond voor Winsum. Ja. En bij de JO 19 en de vrouwen winnen. Ja. Hartstikke mooi, ja. Wat betekent deze, ja, Hoge Landcup voor jou? Nou, ik vind eigenlijk meer dat we wel gewoon het moeten ook gewoon. Omdat, ja, we wel hier in de regio het hoogst voetballend damesteam zijn. En het wordt ook altijd zo gepromoot. Dus ja, dan vind ik ook wel dat het een beetje hoort. Een beetje de eer. Ja, een beetje eer.